Voor het weekjournaal, maar dan op maandagavond. Aart Goosen, de voorzitter van DVS 33. De maat is vol, Aart. Wat betekent dat? Nou, dat betekent als je als een BVO je afspraken niet nakomt ten opzichte van het spelen tegen de amateurs, dan denk je dat je goede afspraken maakt. Het is weliswaar wel een heerakkoord, maar die worden dan zoals afgelopen zaterdag tegen FC Twente die wordt niet nagekomen. Je zegt uh, expres uh, FC Twente, je zegt niet jong FC Twente, want het was FC Twente. Het was inderdaad uh, de A-selectie van de FC Twente. 15 november hebben we nog bij de KNVB overleg gehad met uh, Twente, Almere, afvaardiging van de KNVB. En een paar mensen als afvaardiging van de derde divisie. En uh, toen kwam ook naar voren dat uh, tot, af, tot afgelopen zaterdag FC Twente zich keurig aan de afspraken heeft gehouden. Dat deze netjes, de echte blosse team. En nu bleek dus uh, afgelopen zaterdagavond... Uh, Nee, vrijdagavond heeft AZ thuis gespeeld tegen FC Twente. En de nummer 12 tot en met nummer 22, die mochten op zaterdagmiddag in Hengelo tegen DVS voetballen. En het belofteteam, dat speelde dinsdag ervoor een oefenwedstrijd tegen hc 21. En die wonnen de amateurs makkelijk met 0-3. Ja, dat kan ik ook begrijpen. Dat was het echte belofteteam. Dat was het echte belofteteam inderdaad, met bestaande uit totaal andere spelers. Ja, dat klopt. En dat blijkt ook uit de verslagen die ook op de site van FC Twente staan. Dat, dat doen ze trouwens heel netjes. Het gaat ook niet om de mensen, maar het gaat meer om het feit van, uh, dat je afspraken maakt uh, met een uh, betaald voetbalorganisatie. Wetende dat we nu met z'n allen ook uh, rond die tekentafel uh, aan, aan de gang zijn. En dan denk ik van, uh, als je op deze manier doorgaat, dat, dan betekent dat dat het hele amateurvoetbal uh, straks met een gestrekbeen erin gaat. Er, er... Dit is ook niet het eerste geval, want ik heb ook nog gehoord dat Capelle op een gegeven moment ook tegen Almere City moest spelen. Met, waarbij ook acht uh, selectiespelers van de A-selectie van uh, meededen. Ja, dat klopt. Dat hebben we 15 november ook uh, besproken. ja, je komt nog wel eens een keer in zeis natuurlijk, uh, door het hele gedoe allemaal. En uh, dat werd ook uh, bevestigd, ook door de directeur van uh, Almere City. En die bevestigde ook van nou ja, dat dat in de toekomst uh, niet zo kan. En hij zou ook intern ook maatregelen nemen, zeg maar. Maar jullie hebben natuurlijk onderling heel veel contact, hè, voorzitters. Je hebt ook vreselijk veel steunbetuigingen gehad uh, uh, vandaag. Dat moet je wel heel erg goed uh, doen. En, en ja, er komt een soort strijdplan, denk ik. Uh, jij had het over achter de schermen, maar straks komt het misschien wel voor de schermen. Oh, dat kan me zo. Ik moet ook wel zeggen dat ik vandaag door Jan-Dirk van der Zee van de KVB gebeld ben. Dat is dus onze directeur van het amateurvoetbal. Hij bevestigde nogmaals naar mij eh, dat, eh, dat de KVB eh, volop eh, natuurlijk ook bezig is. Dan mag je natuurlijk ook hopen, en dat verwacht je ook. Want die mensen zitten daar ook, namens de amateurvoetbal. En dan denk ik van nou ja, probeer dan ook het maximale voor de amateurs eruit te halen. En dat weet ik ook. Uh, er wordt over tekentafel gesproken. Ik zit niet in die afvaardiging. Ik ben wel blij dat uh, hele goede mensen van Quick Boys en IJsmeervogels. Uh, maar ook van HC uh, 21 uit Haaksbergen. ook om de tafel zitten met de BVO's. Dus daar heb ik ook alle vertrouwen in dat het ook goed komt. Uh, alleen, uh, ja, ik hou mijn hart wel vast. Want het traject heb ik gelezen. Dat is via de CVTD... Uh, namens de KVB uh, bij ons op de bestuurstafels gekomen. En uh, ja, dan blijkt toch wel dat er een heel. Traject doornomen, doorlopen moet worden. En dan heb ik grote vrees dat het eigenlijk een soort formatieverhaal wordt van de Tweede Kamer. En hier wat bij en daar wat af. En er is eigenlijk maar één boodschap. Amateurs, eigen competitie. Volg het verhaal van Marty van Geel. Gevoetbal bij Ajax en bij Feyenoord. Nou, als je bij beide clubs gevoetbald hebt, dan heb je verstand van voetbal. Is een man die zegt ook van belofte teams: ga gewoon op maandagavond met de belofte. En dan kan de trainer kan de hele week met de totale selectie aan de gang. Prachtig plan, want uh, je maakt de, de KNVB maakt de supporters razend. Het is ook overduidelijk dat het gemiddelde van het aantal toeschouwers in de derde divisie. gewoon 300 per wedstrijd minder is dan het verleden jaar. Door de aanwezigheid van nog meer belofte teams. Dat klopt. En uh, nou is uh, heeft DVS het geluk dat het gewoon een uh, financieel een gezonde vereniging is. Maar er zijn ook andere clubs in de derde divisie, maar ook wel in de tweede divisie, die iedere euro gewoon om moeten draaien. En daar zijn we ook voor. En die belangen die behartigen we dan ook. Maar het is gewoon uh, te gek voor woorden. Uh, wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Ik heb vandaag al contact gehad met uh, IJsmeervogels. Gisteren heb ik contact gehad met Quick Boys, of het dan zondag is of niet. Ik heb alles voor kerktijd gedaan. En uh, dan denk ik ook bij mij van, nou jongens, waar zijn we nou in, in vredesnaam mee bezig? En de KVB, die er ervan ook, ook op aan dat er is geen één amateurvoetbalvereniging die ook naar de Jupiler League wil. Dus dat is uh, Katwijk, uh, stel dat Katwijk kampioen wordt, die zal niet naar de Jupiler League gaan. En dat kan ook maar zo zijn. En dan kun je wel denken: van ja, ik kampioen ben, dan wil ik promoveren. Nou, je hebt het gezien een paar jaar geleden met Katwijk. Het ene jaar word je kampioen in de topklasse. En het andere jaar tegen je. Dat kan ook maar zo. Hè? Dus. Uh... Ja, precies. Een uh, duidelijk verhaal. Uh, heb je verder nog wat? Iets uh, waarvan je zegt: nou, dat, heb ik, uh, dat wilde ik eigenlijk ook graag nog wel zeggen. Nou ja, kijk, ik moet ook niet te veel zeggen natuurlijk. Ik probeer aanstaande zaterdag weer te genieten van het voetbal. Dan moet ik wel zeggen: afgelopen zaterdag hebben onze jongens. Tegen de A-selectie van FC Twente hebben echt met een plan gevoetbald. En uh, mijn complimenten aan de staf en ook aan de spelers. Dat wil ik wel even zeggen. Ik heb Gert-Jan Verbeek gesproken, Fred Rutte gesproken. Die stonden bij mij op de talud. Ik schreeuw natuurlijk nog wel eens wat. En uh, ik heb uh, Jan van Halst uh, vandaag ook nog een mailtje gestuurd. Heb ook nog de hand gedrukt. En uh, Dennis Demmers en uh, Theo de Kaat. En dan heb ik alle kopstukken van Twente wel een beetje gehad. En die zeiden allemaal, DVS, wat voetballen jullie gewoon op een mooie manier? Een van de betere qua voetbal in de derde divisie. En dan was ik toch wel een beetje trots. Hadden we zaterdag gewoon tegen de echte belofte gespeeld, hadden we nu gewoon derde gestaan. Oké. Okay. Bedankt, Aard, voor dit uh, interview.